Polstok-hoogspringer Menno Floon is de afgelopen maanden in bloedvorm. Eerder verpulverde hij het Nederlands record en nu zet hij op de atletiekclub in Assendelft de laatste puntjes op de i om te gaan vlammen op het WK Atletiek, wat aanstaande vrijdag van start gaat in Londen. Ik ben bloedvorm, ja, afgelopen donderdag weer tweede hoogte ooit gesprongen, 5,76. Dus ja, de vorm zit zeker goed. Het voelt zo lekker. Ik hoef eigenlijk weinig te doen en je springt al een gigantisch gat in de lucht. Dus dat is echt geweldig. Anderhalve week geleden maakte Floon zijn debuut in de Diamond League. Een van de grootste atletiek toernooien van de wereld. Een mooi moment in de carrière van de pas 23-jarige atleet. Ja, dat was super gaaf. Het was een soort WK-finale. Eigenlijk elke topper was er wel. Dat was gewoon, ja, hier hoor je gewoon thuis. Dit is gewoon geweldig en zo. En het stadion zat helemaal vol, dus ja, geweldig. En dan zijn we eigenlijk aan de vooravond van het WK. Is dat het toernooi waar je zin in hebt? Ja, natuurlijk heb ik er heel veel zin in. Ja, een WK, eerste WK ooit. Vorig jaar eerste keer EK. WK is nog veel maar groter dan zo'n EK. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben sowieso tevreden als ik in de finale zit. En ja, in de finale kan alles gebeuren. Als ik gewoon mijn ding doe, dan kan je zo 5,80 springen. Dan kan je misschien wel een medaille mee pikken. Dus in ieder geval finale, daar ben ik in ieder geval blij mee.